Hey kijkers van mijn kanaal, dit is Turms. Leuk dat jullie kijken naar een Splinksplinter nieuwe game. En Vincent, what the fuck, waarom upload jij om 12 uur 's middags? Nou, dat heeft een heel lang verhaal. Revee zei tegen mij, Vincent, jij bent zo erg League of Legends verslaafd in je vrije tijd. Ik heb iets vets en je kijkers mag je uitnodigen. Mee laten doen met een beta key en noem het allemaal maar op. En hier zitten we dan met z'n tweeën. Hoi. Kijk. Mensen dachten, hé, waar is Café dan? Dit is hier pas zo. Een spannende binnenkomer. Oh. Want wij gaan Tome spelen. En ja, het is een gloednieuwe game. We hebben beide niet echt veel ervaringen mee. Oh, ik kan join match doen? Moet ik join match doen? Ja, join doe match. Maar. Okay. Dit gaat heel snel. We hebben al een match gevonden. We gaan een poppetje kiezen. Oh. Wie ga jij kiezen? Mijn poppetje. Kan ik die wel kiezen? Ik kan mijn poppetje niet kiezen. Wie kies je? Ik kan mijn poppetje niet kiezen die ik wou doen. Oh, die Seraphine. Die ik leuk vond. Ja. Cyrus is heel sterk. En ja, maar dit, ik wil range. Dan moet je Robin nemen. Robin. En welke is nog meer range dan? Want die wil jij toch? Nee, neem jij maar Robin. Ik neem wel Cyrus. Ik ga wel voor Cyrus. Oké, noem dat. Oké. Okay. Ja. Mensen, dit zoals jullie al doorhebben, wij zijn nog heel erg nieuw met dit spel. Klopt, we zijn net nieuw. We dachten van Tome, wat voor game zou het zijn? Revee zegt van, het is ongeveer net zoals League of Legends, maar je speelt het in een browser. Dus dat zou inhouden als je op school dat zit apart, en je hebt saaie ICT-les inderdaad. Kan je gewoon stiekem een potje Tome gaan spelen op school. Hey, is wel handig. Het is niet dat je dat per se moet doen. Nee. Even duidelijkheid, stiekem wel. Maar, hè, het kan. Precies, het zou kunnen. Dus ik zou zeggen, kijk mee. Ga mee in ons verhaal. Mocht je ook willen spelen, klik even op het linkje hieronder. Dan kan je meedoen. Want de beta keys zijn eruit, maar wij mogen onbeperkt beta keys gooien. Dus gewoon chill. Doen. Wat wel leuk is om te vertellen over dit spel. Ik heb al een beetje onderzoek gedaan natuurlijk. Ja. En je hoeft niet te lasten. Je moet wel gewoon de minus raken. Maar je hoeft niet per se te lasten om het geld te krijgen. Je krijgt gewoon standaard geld per tijd. Gewoon dat je speelt. Dus als je linksboven waarschijnlijk ziet, of linksonder eigenlijk, zie je ook je geld omhoog gaan. Ga je erop? Gaan we sparken? Pak ze. Oké, go. Ja, maar die ander. Oh, ik sta in de range van de turret voor mij. Okay. Oh! First blood! Zo doen we dat. Kijk, ja, het is eigenlijk een soort League of Legends. Je hoeft alleen niet per se te letten op je last hit, als je maar de lane pusht. Het is niet helemaal hetzelfde. Het is een beetje, ik vind het een beetje boat characters lijken, maar de speelste van Diek. En het is wel heel tof, heel nieuw. En dat vind ik wel leuk. En daarom zijn wij dit gaan spelen. Wij mogen gratis beta keys geven, dus dat is al super chill. Ja, dat is sowieso leuk. Het is dus nog in de beta, dus het is nog niet helemaal hoe het hoort te zijn. Er kunnen dus bugs in zitten. Het kan gewoon zijn dat er nog dingen niet helemaal goed zijn. Er komen dus ook nog heel veel nieuwe dingen bij. En we mogen één geheim verklappen. We mogen één geheim verklappen, dat is wel heel leuk. Ga jij het zeggen? Ja, ga jij het zeggen? Nee, doe jij maar. Jij weet wel precies waar ik het over heb. Steam, hè? Mm-hmm. Het gaat op Steam komen, dames en heren. En de game is volledig gratis. Dat is toch super awesome. Ja, dus dat is altijd leuk. Oh, kill hem. Yay, we hebben hem. Oké, kijk, de turret kan overhit raken, zoals wat die nu is. Turret is overhit, we kunnen pakken. Ja, pak hem maar. Nee, okay, ga maar terug. Niet eens. Wel dat shit. Okay. Zo lief. Nee, hij mag je niet pakken. Je hebt hem. Bitch. Move, bitch. En het leuke is, dat is voor de mensen die zeggen van, maar Vincent, League of Legends is allemaal zo saai en het duurt zo lang, bla bla bla. Je kan hier gewoon alles automatisch doen en je blijft in de lane. Dus dat is echt super chill. De potjes zijn ook korter. De gemiddelde tijd van dit potje is ongeveer 15 minuutjes, denk ik. Ongeveer. Zoiets? Oh, ik moet wel even terug. Dus ga ik een beetje dood. Oh, je kan hem hebben, je kan hem hebben. Hoppakee. Nice. Move, bitch. Get out the way. Kijk, wij zijn nu wel gewoon pro in deze game. Dat kan gewoon gebeuren, mensen. We spelen tegen boss. Dat moet je nou weer niet zeggen, eigenlijk. Hè? Kan je hem nog raken met de Q? Nee. Jammer. Ik miste. Ik ben nog even aan het winnen. Ik zou even Baron gaan doen. Dat klinkt heel raar, maar jij weet wel wat ik bedoel. Baron? Ja, Baron zit hier achter ons. Of links van ons. Ja, maar je noemt het toch geen Baron? Je noemt het toch anders? Ja, ik noem hem Baron. Nee, maar je moet niet te veel die stijl pakken van League. Het is een nieuwe game. Het is veel leuker. Helemaal veel leuker dan League, dat bedoel ik niet. Maar gewoon, kijk, het is leuk dat je een nieuwe game hebt. Oh, Morthless. Kunnen we hem pakken? Nee. Hij is te sterk, denk ik. Oh shit. Help. Maar we kunnen proberen. Nee. Eerst item. Kom, we gaan proberen. Hier is die. Dude. Oh. Doei. Oké, we gaan gewoon turret pakken met z'n allen. Op de turret. Maar dat is het leuke. Je hebt hem op Steam nu momenteel dus. Of althans, dan gaat hij morgen of overmorgen op release. Of vandaag zelfs. Voor mij vandaag. Ja. Maar of morgen.
Oh. Eén van de twee. In ieder geval... Ik denk de turret. Oh, maakt niet uit, we hebben hem. We kunnen die makkelijk hebben. Holy shit, wat doet dat dan weer? Zo, frietsaus! Oh. Hey. Oké dan. Hé, hey, wie wat vecht in mijn lava pool? What the fuck? Ja, mijn ult, ik snap het nog niet zo goed. Zullen we die draak doen? Die Marv, ja, laten we die maar doen. Marv, plopus. Laten we die doen, dat is leuk. Ah, die kunnen we wel hebben, joh. Ja. Makkelijk. Moet je nagaan, we hebben gewoon bijna 1000 cash over, hè? Ja, we kunnen nu eens een keer wat kopen. Maar dat is dus ook, je hoeft niet terug te lopen om te kopen. Je doet gewoon alles op autokoop. Alles op autokoop. Oh, alleen je mag niet aangevallen worden door monsters. Je kan auto bij doen. Zo, ik heb er weer één. Zo, hoppatee. Ik heb geen idee wat dat doet. Ik ga het eens even uittesten. Wat doet dit? Hoe bevalt je range, champ? Hoe klik je ook weer een nieuwe wat je hebt gekocht? Wat doet dat ook weer? Zijn gewoon je item, toch? Sorry? Wat je koopt van spulletjes. Dat zijn toch gewoon je item. Ik heb bijna de kill. Nee! Oh nee, ik drukte op select. Ik drukte op... Oh my god, Vincent. Ik geef jullie één wijze tip mee. Blijf binnen je browser met je muis. Ik drukte op rechte muisknop in Windows. Ja, dat werkt niet. Dat gaat niet worden, Vincent. Gewoon. Zo stom. En dit is het leuke van de game. Het is gewoon super makkelijk om te spelen. Het is super chill. Je gaat heel makkelijk erin. In plaats van dat je heel lang moet oefenen en leren voordat je een beetje wat kan. Kan je hierbij eigenlijk binnen no time even de tutorial doen. Maar dan ben je ook wel klaar. Dan weet je wel wat je moet doen. Ja, maar het is ook super leuk om te spelen, als ik eerlijk mag zeggen. Ja, ik vind het echt tof. Ik vind ook gewoon... Het ziet er mooi uit. Ik bedoel, dat is ook belangrijk. Maar het ziet er ook gewoon echt tof uit. En ik ben wel blij ermee. Anders zou ik dat nu spelen, natuurlijk. Maar... Dus jullie kunnen dus meedoen als je wilt. Gewoon door in het linkje te klikken. Dan kan je gewoon meedoen. Ja, linkje staat bovenaan in de beschrijving. Dan kan je met ons spelen of tegen ons spelen. Het is maar net wat jij het leukst vindt. Yeah. Oh, ga ik een dubbel kill halen? Oh, dat is 1. Ik ben ondertussen gewoon een Nexus ding aan kapot maken, dat je weet. Oh, ja, zijn jullie daar? Ik kan niet met jullie meekijken. Die cam is locked. Oh, turret. Hoe? Ik had boven bijna een dubbel kill. Welk level ben jij? Ik ben level 8, bijna 9. Ik ben 9. Haha, ik ben 10. Je bent 10 al. Oh jemig, jij gaat 5-0-2. Goed zo, Rafé. Ja. Go girl. Hoeveel items heb jij? Geen idee. Hoeveel heb ik er? Ik niet. Ik heb er 2. Oh ja. Voor mij. Weet ik eigenlijk niet. Hoe zie je dat? Rechts toch, die twee dingetjes? Ja, rechts. Wat zijn toch je items? Ik heb er 2. Zo, ik heb weer een kill. Ik ben weer de next aan het aanvallen. Dat is bijna kapot. Oh, nee. Turret, pak mij. Overleven. Zo, hoppa. Nog een kill. Ik heb ook Kom eens even hier zijn. Dat is veel gezellig met z'n tweeën. Sorry, ik zou even omlopen, hoor. Zo, ben ik weer. Oké, die kunnen we hebben. Die pakken we. Pak hem, jongen. Bitch, please. Oh, we hebben al gewonnen. Kijk, mensen. Dit is dus waarom wij dit spelen. Het zijn super kleine, leuke dit games. Dit is dus co-ops. Het is dus wat makkelijker. We gaan ook zeker weten nog tegen gewoon... Nieuwe mensen die ook echt gewoon goed zijn, weet je wel, dat wel. Wat vond je van deze match? Extremely fun. Dankjewel. Wil jij, trouwens, ik ga het nu zeggen, want ik geef nu als eerste beter kick weg, maar vanavond doet Refeet ook, of althans in de middag, 5 uur. Ja, dus nee, 4 uur denk ik. Oh, 4 uur vanmiddag? Ja, 4 uur zelfs. 4 uur vanmiddag. Moet je even naar Gaming met Refeet gaan, dan gaan we lekker een stapje moeilijker nemen, want dit is onze tweede match pas. Weet je wat we doen? We gaan gewoon in deze aflevering op Vincent's kanaal doen we gewoon tegen co-op. Oh. En op mijn kanaal gaan we tegen echte mensen. Echt? Ja, ik weet niet of het gaat lukken, maar we gaan het proberen. Ik hoop het. Dus, ga sowieso naar Gaming met Refeet. Wil je al gaan spelen? Klik dan even op de eerste link in de beschrijving. Want dan kan je meespelen, want de beta-keys zijn er helaas uit. Ik ga en Refeet gaan vanmiddag om 4 uur op Gaming met Refeet. Ga sowieso kijken. Linkje staat sowieso wel ergens in de outro of onder in de beschrijving. Als je dit na 4 uur kijkt, natuurlijk. Ha, hey, haha. En anders moet je gewoon naar mijn kanaal gaan, joh. Precies. Dat is vanzelf. Het is nog veel makkelijker. Dus ga meekijken, want dit is super spannend. Dit is super vet. Ik ben al... En abonneer op Vincent, even voor duidelijkheid. Doe deze video een like. Ik ga gewoon jouw kanaal promoten. Ja, ik Kom best, abonneer, like, favoriet, reageer, woehoe. Abonneer, deel, je weet zelf. Als je alles hebt gedaan, dan hoor je erbij. Dus... Tot vanmiddag bij Gaming met Refeet. Hopelijk gaan we dan weer winnen. En mensen, abonneer op Refeet. En ik zeg zoals tegen jullie gewoon altijd, ciao. Later. Yo!